Yo mensen, Jarask hier en welkom bij weer een nieuwe aflevering van natuurlijk de Road to Life 99 seconden Gun Game. In deze serie probeer ik een Gun Game Pokje te winnen in 99 seconden. We gaan in Nederland spelen, in Amsterdam, op de map Frost. Volgens mij hebben we deze map nog geen enkele keer gedaan in deze serie. Dus, ik start natuurlijk de timer, 99 seconden staat er op de klok. Daarin moeten wij dit Gun Game Pokje winnen. Dus here we fucking go. Kom erop enemies, we gaan jullie allemaal afknallen. Ik weet niet precies hoe het spansteen werkt in deze map. Dus ik hoop gewoon dat ze naar me toe komen rennen. En dat ik ze allemaal door hun kop heen kan knallen. Dus jongens. Oeh, mooie spanplek. Oh, wat? Die heeft ook al een kap 40. Oh, shit. Ik dacht dat die vent ook nog een B20R had. Maar die had de kap 40 al. Uh-oh. Wat de? Deze map zuigt volgens mij echt kapot hard in Gun Game. En nee, dat is geen grap. Kijk, wat doet deze vent hier dan? Wat doe jij? Je staat... Wat doe jij? Je staat... Wat de mogol? En de oude zit ook een knijfrunner in. Shit, die moeten we in de gaten houden. Als die een nice jongen, dan kan je weer opnieuw beginnen. Daar hebben wij nou net geen zin in gewoon. Oh, deze map stinkt. Deze map stinkt, echt. Niet normaal hard. Oké, dat is één kill. Pak die andere ook meteen op. Kom maar. Kom maar, waar ga je naartoe, vriend? Waar ga je naartoe, vriend? Waar ga je... Hij is al dood, serieus. Oh, dankjewel voor die kill. In mijn rug komt er ook nog één. Waar ga jij naartoe dan? Wat doen deze... Ze durven gewoon niet! Kom naar me toe! Ze durven niet naar me toe te lopen, maar kom dan naar mij toe, niet naar die anderen toe, kom naar mij toe. Dankjewel, maat, ik sta nog achter ook op dit moment, want ze rennen allemaal voor me weg. Ze zien me staan en ze denken van, weet je, Jaraski, ik ga, kijk dan, ik sta hier. Ik sta, oh my god. Oké, jij komt wel, dankjewel. Oh, dankjewel, he, jezus. Ik sta hier, jongens, kom naar mij toe, kom. Ga je, wat de, hij rent weer naar andere. Wat de, ja, jij komt wel, dankjewel, yes. Er is iemand naar me toe gekomen. Yes. En jij spant naast me. Yes, dank je. Komt er nog een naar me toe? Nee, nee, nee. Die rent weer voor me weg. Ah, oh, en die wordt gekillstield. Dank je. Uh-oh. Zie je, die rent nou niet voor me weg, dildo. Ik word boos hier, hoor. Ik ga helemaal. Nee, joh. Maakt niet uit. Serieus. Vind je dat nou leuk? Vind je dat nou leuk, mensen in Miliate, een beetje? Mensen die gewoon serieus aan het spelen zijn, een keertje nijven. Oh my god, oh my... Deze map, jongens, deze map ga ik niet meer doen. Ik zweer het je, deze map zuigt echt kapot hard. What the fuck, man. Hier kan ik nooit een Gun Game potje winnen, nee. Ik snap er de ballen van, man. Ik snap er serieus de ballen van, kom je... Nee, je gaat... Zometeen spant er weer iemand naast me ofzo. Komt de nijverrunner weer aan, dankjewel. Er spant zometeen iemand naast me. Zie je wel, ik wist het. Ik wist het gewoon, man. Ik zat erop te wachten. Net gebeurde het ook. En als het één keer gebeurt, dan gebeurt het sowieso nog een keer. En hey, mooie knijfrunner, man. Dat gaat nu niet meer werken. Nu ben ik lekker ver met de wapens. Oh, shit. Ik moet niet de auto opblazen, Jan. Hoppatee. In mijn rug komt de knijfrunner. Shit. Shit. Ik ga je terug naar... Fuck. Nee. Nee, 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 nee. Oprot de kut knijfrunner. Nee. Niet in mijn rug. Jongens, rustig. Oh my god. De timer zit er al lang op, jongen. Maar weet je... Ik vind het eigenlijk wel goed, als we het potje maar winnen. Oh, deze map zuigt hard. Ik ga deze map niet meer spelen in deze serie, echt niet. Deze map zuigt... Mooie ballistic, Jan. En ik ga fucking jou knijven. Rot op! Zo. Die kreeg er eventjes van langs. Dankjewel voor die kill, dan kan ik jou killen nu namelijk. Hup. Oh, hij is weer bij de crossbow, kom dan. Huh, yay, dankjewel. Zo. Jongens, ik ga deze map in ieder geval niet meer spelen. Dan kan ik je wel garanderen, deze map. Dit is echt de meest mongolische map ooit voor Gun Game. What the fuck? Iedereen die rende voor me weg. Iedereen. Ik zag ze lopen. Nieuwong. Hij is weer meteen weg. Ik zag er nog een lopen. Nieuwong. Die was weg. Maar we spelen natuurlijk 3 potjes achter elkaar. Dus we gaan meteen door naar potje nummer 2. Dus tot zo, mensen. Alright, boys. Welkom bij game nummer 2 natuurlijk. Game nummer 1, Frost. Dat is echt gewoon één grote kutmap. Dus we spelen nu op Fartigo. En op deze map moet als het goed is wel goed komen. Dus even snel die 5 minuten. Oké, ren. Oké, hier gaan we. Kijk, kom meteen naar me toe. Dankjewel. En kom jij ook meteen naar me toe. Kom. Oh shit, ze lopen er met z'n tweeën. Oh, op welke kant ga je komen? Dit is altijd zo kut. Hij komt via de andere kant. Dankjewel. Nee! Kut! Ik had die kill moeten krijgen. Man. Ik zag 2 excuses in zijn kop. Alleen, hij liep lekker door. Je had er geen zin in. Hij had geen zin om dood te gaan. Dat kan natuurlijk ook. Als je geen zin in hebt, nou, dan ga je niet dood. Zo makkelijk is het. Kut, ze lopen nu 2 hier. Wacht, dan loopt er hier 1. Kap 40. Dankjewel. Zo handig als je weet welke wapens ze in je handen hebben. Want dan kan je heel goed inschatten natuurlijk.
Want als hij kill maakt met zijn B93R terwijl hij naast staat, dan komt hij natuurlijk terug, want ik kan 40, omdat hij net de kill heeft gemaakt. Dus dat is zo handig om te weten. En lucky headshot, die headshots, jongen, daar word je na een tijdje echt gek van. Ik word serieus alleen maar gekilld door die klote headshots en draai je om. Oh my god. Wat een timing, ik ga net weer rennen. Dit is echt verrot. Wat een timing. De beste timing ooit. En what the fuck deed die vent? En wat doe jij nou weer? Jij schiet de hele... Die gozer schoot de hele verkeerde kant op. Oké, ga alsjeblieft wel dood als ik op je schiet. Dankjewel, in mijn rug. Executioner! Oh nee! Lul! Dat was mijn kill! What a fucking... Oh, nu ben ik boos. Nu ben ik boos. Nu ben ik boos. Je kill stilt me fucking hard. Ja? Ja, fucking hard. Ja? Fucking hard. Ja? Oh, kut, ik ben dood. Hij ging wel lekker, jongen. Oh, shit, we hebben nog secondes over. Shit. Ah, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Go, go, go. Snel, snel, snel. Nee, shit, hij zit er al op. Ah, oh, man, oh, man, oh, man, oh, man, oh, man. En ik werd weer gekillstuurd, hè. Kom terug dan, als je man bent. Als je man bent, kom je terug. Oké, hij is pussy. Hij is pussy. Hij komt niet terug. Pussy! Je hebt geen ballen. Pussy! Komt er een nummer... 3, 2, 1. Oh, hij loopt ook om. What the heck? Kom je hier dan? Ja, hier. Oh, dankjewel. Oh, het potje ging heel erg snel, maar helaas, helaas heb ik hem niet gehaald, man. Bijna, echt waar, bijna. Als ik waarschijnlijk niet gekillstreeld werd bij die ene vent die ik echt bijna dood had aan de andere kant van de map, dan had ik sowieso denk ik een dikke mega kill, ultra kill zo opgepakt. Dus dat was helemaal nice geweest. En dan had ik waarschijnlijk nog gewoon 5 seconden over om de laatste kill te maken. Maar ja, dat weet je natuurlijk maar nooit. Het is altijd zo irritant als jij iemand helemaal full zit en iemand anders pakt je kill af, man. Maar tot met game nummer 3. Alright boys, welkom bij game nummer 3 natuurlijk. Dit is op de map. Grind heet die als ik het goed heb. Heet die Grind? Ja, grind. Oké, we gaan eens proberen om te winnen in 99 seconden. De eerste die sampant is hier. Die niet op zijn minimap kijkt, dus dankjewel. En nu moet ik gaan opletten, want... Ja, zie je wel, hij spant hier, dat wist ik. Dat wist ik, dat wist ik. En dan spant er hier weer eentje. Oh, die rent voor me weg. Oh, oh, andere kant op, andere kant op. Kom, 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 kom. Andere kant op. Dankjewel, in mijn rug, in mijn rug, in mijn rug, in mijn rug, rug, rug. Hitmarker, serieus. Moet dat nou Call of Duty? Moet dat nou weer? Moet dat nou weer? Nee joh, maakt niet uit. Ah, oh, kut, ik wou een kill stealen. Ik wou alle tweede kills oppakken. En ik wou er dus, zeg maar, tussen komen terwijl ze op elkaar aan het schieten waren. Maar dat ging niet helemaal volgens mijn plannetje. Maar nu wel. Kijk, dat is één. En dan pak ik meteen die op. Nee, dat gaat niet lukken in mijn rug. Oh shit, de andere komt ook in mijn rug. Oh, waar ga jij naartoe? Dankjewel. En nu moet ik gaan opletten. Niet hier spannen. Jawel, nee, dat is de fucking schaduw van een... Hij spant hier wel. Oh, wat een geluk. Dat was die schaduw van die fucking opblaaspop die daar in de lucht hangt, man. Ik dacht serieus dat het een enemy was, maar gelukkig had ik dat het een enemy was. Want daardoor pakte ik die kill natuurlijk wel, want hij spande er alsnog. Spant hij er nu nog een keer hier? Nee, shit, naast me. Naast me, naast me, naast me. What the fuck, maat? Holy shitballs. Die vent die moet eventjes al die internet gaan vervangen. We gaan snel, man. We gaan snel. We moeten sneller gaan. We zitten volgens mij aan net de verkeerde kant. Kijk, ze spannen wel naast me. Maar ze spannen zeg maar niet snel genoeg naast me. Dat is het enige probleem dat ik hier heb. Kijk maar. Dus ik moet een half jaar rennen. Voordat ik eindelijk weer iemand tegenkom. Maar dat heb ik niet, man. Ik heb geen half jaar. Ik heb 99 seconden. Dat is wat ik heb. Anderhalve minuut. Maar meer heb ik niet. Dankjewel. Die Phantom Assassin had een executioner, man. Hij komt ook echt gewoon vanaf de andere kant van de map naar me toe rennen. Om te proberen te killen met zijn executioner. Dat is niet echt de allerhandigste methode. Mooie spanplek. Maar ja. Ik heb een gratis kill erbij. Dus ik vind het goed. Oh, mijn timer zit er nu al op. Serieus. Oh, shit, man. Die timer gaat soms zo snel, jongen. Dan denk je, ah, ik heb nog wel eventjes. En dan pff, zit de timer er gewoon op. En die vent die stond tegen me aan, man. Deze map, ik denk dat de andere kant van deze map makkelijker is. Maar ik weet het natuurlijk niet, want daar hebben we nog niet gestaan. Maar, ja, hier, ze spannen wel naast, maar ze spannen niet snel genoeg naast, zeg maar. Dankjewel dat mijn RPG-kogel had verdwijnt. Dat is zo genijt, hè. Als je dood bent, dan verdwijnt je RPG-kogel. Zo stom dat ze dat erin hebben gemaakt, maar ja. Welkom bij Call of Duty. Dankjewel voor de kill. Ik heb nog twee wapens. Crossbow en dat andere ballistic knijfje. Huh. Oké, holy shit. Oh, oh. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. De tijd zit er toch al op, jongens. Dus maakt niet uit. Nog twee wapens. Maak dat potje even af, Jan. Kom op. Kom hier. Loop me richting in. Kom. Nee, oké, dan niet. Dan ren ik door. Ik ren door. Komt-ie. En pizza. Nee. Oh, wow, yo. Die spawn die kwam vanaf de andere kant van hem op. Kijk, deze kant denk ik dat er meer mensen naast spannen als ik eerlijk ben. Maar aan deze kant word je volgens mij ook sneller gekilled. Omdat er meer mensen naast spannen. En ze spannen ook dichter naast je. Dus ja, deze map. Ik weet niet wat met deze map is. Maar ik denk dat deze map niet zo chill gaat worden als we hem hierop gaan proberen te halen. Dat weet ik wel. En what the fuck? Jij bent al bij het laatste wapen? Gelukkig heb ik die vent genijd. Die vent die was al bij het laatste wapen. Hoe komt hij daar aan zo snel? What the heck? Die kent maar. Die vent is nu bij de crossbow. Want ik had hem natuurlijk genijd. Dus is in je wapen teruggegaan. Maar
Hoe komt hij daar zo snel, man? What the fuck? Appetee, dankjewel. Ik heb alsnog gewonnen, hoor. Ik weet niet hoe die broken... Oh, hij is ook geliefd. Ik wou net zijn naam opnoemen. Nu ben je weg. Iedereen race kan dat al zelfs hebben verloren. Maar mensen, ik hoop dat jullie natuurlijk hebben genoten van deze aflevering. De map Frost kan hem dus niet ophalen, want dat is gewoon één grote kutmap voor een gun game. En de map Grind gaat heel erg moeilijk op worden, maar het kan wel mogelijk zijn als ze gewoon naar je toe komen rennen. Dus, beetje irritant gaat dit worden. Maar ik hoop jullie natuurlijk weer te gaan zien bij de volgende aflevering. Vorige aflevering staat nog in de beschrijving. En laat natuurlijk een duimpje omhoog achter als je hebt genoten. Bye bye mensen. En we hadden nog een merciless ook. Wow!